Ik had begrepen uit uw verhaal dat u ook de fiets van de vrouw behandeld had, ja. Maar merkte ze iets in de vorm van... We waren de fiets en toen merkte ik op een gegeven moment een opmerking. Van naast mijn fiets, hey, is ook lekker. Ik heb die fiets behandeld met de strijkhond. Bij deze heb ik het genoegen met mevrouw Everaars. Zoals uw man net gezegd heeft, had u zelf iets buiten dat gemerkt in de vorm van, was het anders dan normaal? Het schakelen ging veel beter. Het schakelen ging veel beter. Ja. Het liep lekkerder, het liep losser, het liep helemaal goed. Ja, moet ik dat eigenlijk zeggen, het liep helemaal goed. Ook het fietsen op zichzelf in het vooruitgaan, dat ging ook lekker soepel. Nou, oké. Ja, dat het, de ketting niet meer zo vuil wordt en dat het kraken van de ketting niet meer te horen was. Wat u normaal wel hoorde? Ja, als je dus door zandwegen of zoiets fietst, dat het dan moeilijker is. Dan hoor je het kraken van de ketting. In de derrière had je allemaal vezels zitten van het zand en dat zat er nou niet aan. Dus dat is gewoon eigenlijk een teken van, uiteraard er kwam wel een contact, maar wat je normaal had het aanplakken, dat was dus nu niet het geval. Nee, oké. Netjes. Maar uit uw verhaal te begrijpen kan ik dus ook zeggen van tot je erg tevreden bent over de strijkhond, tot je man het op de fiets heeft aangebracht. Mijn man het zelf op de fiets aanbrengt. Ik hoef het gelukkig niet te doen. Blij over het resultaat wat de strijkhond heeft gebracht. Echt waar. Nee, oké. Hartelijk bedankt. Okay.